geld. Maar elk duimpje omhoog op deze video krijg ik 1 blok om mee te bouwen. Dus druk er zeker op, want dan winnen wij makkelijk deze bouwwedstrijd. Dries, waar kijk je naar? Ah ja, die losers aan de overkant. Kijk ze dan. Oh, oh ja, daar heb je gelijk in, want wij zijn veel beter in bouwen dan jullie. Oh, helemaal niet. Wij zijn veel beter. Hallo, wij zijn met 3 meisjes. Ja, dat is juist het probleem. Jullie zijn met 3 meisjes en wij zijn met z'n 2. 2 jongens tegen 3 meisjes. Wij gaan dit makkelijk winnen van jullie. Ja hoor. En dromen. Oh, dit wordt zo makkelijk, toch meiden? Ja. Geloof me, jullie gaan keihard verliezen van ons, oké? Nee. Laat eerst maar eens zien wat je kan. We hebben allebei 15 minuten de tijd om een villa te bouwen. En degene die de mooiste villa heeft gebouwd, die wint. Oké, deel. En wat krijg je dan als je wint? Dan ben je geen loser. Oké, dit moeten we winnen. Maar ik ben sowieso geen loser, dus ja, succes. Dat zullen we dan nog wel eens zien. Oké, in 3, 2, 1, succes, losers! Oké, Dries, luister goed. Ja, wat wordt het plan? Want ik heb geen idee. Ik heb nog nooit een villa gebouwd. Oké, luister, we moeten echt een mega grote villa gaan bouwen natuurlijk. Want we moeten dit echt gaan winnen van de meisjes. Ja, alleen... We zijn misschien met 3, maar ja, we zijn wel met 3 meiden die niet kunnen bouwen. Dat is mooi. Heb jij een klein beetje bouwervaring en heb je zin om te gaan bouwen? Want ik heb echt helemaal geen zin in, zeg ik je heel eerlijk. Hoe gaan we dat ooit winnen? Ja, ik heb toch helemaal geen zin om een gigantische villa te gaan bouwen. Zal ik gewoon mijn trucendoos erbij pakken? Trucendoos? Ja, is goed. Laat maar zien wat je kan. Oké, ik beloof je dat we een mega grote villa gaan bouwen. Kijk deze kant op, naar de muur, oké? En ik zeg wel wanneer je mag omdraaien. Maar dat is dicht bij die losers. Kijk die kant op, niet spieken, oké? Oké. Vandaag gaan we namelijk vals spelen in een bouwwedstrijd. En het enige wat ik volgens mij hoef te doen is hier op te staan en dan in de chat iets te sturen. Namelijk / feest. En als het goed is, komt dan langzaam hier een gigantische villa te staan. En kijk, daar komt hij al. Oh, dit is echt perfect, gauw. Moet je kijken wat voor een gigantische villa we nu al hebben met gewoon 1 comment. Oké, laat ik het even tegen Dries gaan vertellen. Oké dan, we zijn begonnen met de bouwwedstrijd. En ik zie dat Fleur al een ideetje heeft. Maar waar dit heen gaat, ik heb geen idee. Maar ik denk dat we dit vast wel echt super makkelijk gaan winnen. Vooral omdat Fleur een ontzettend grote bouwer is. En ik hoop dat dit al iets ergens op gaat lijken. Fleur, wat ga je ongeveer maken? Ik denk, ja, ik wil best wel sters en slabs gaan gebruiken. Dat we een soort rond huis krijgen. Dat vind ik wel grappig. Oké dan, ja, we moeten natuurlijk wel iets origineels verzinnen tegen die jongens namelijk. Want we willen het wel gaan winnen. Dus laten we even gaan kijken wat we gaan bouwen. Oké, Dries, je kan je omdraaien. Ja, wat is er? Wat? We zijn klaar met het bouwen van de villa. We moeten alleen nog een beetje de inrichting en dat soort dingen gaan aanpassen natuurlijk. Huh? Maar de villa staat er. Natuurlijk 10 seconden. Hoe heb je dit ooit in 10 seconden gebouwd? Dries, ik zei toch dat ik mega goed kon bouwen. Ik had gewoon geen zin om te bouwen. Oké, luister. Omdat jij in mijn team zit, is het handig dat ik je alles vertel. We hebben vals gespeeld, oké? Ik heb vals gespeeld. Deze villa heb ik gewoon er neergezet. Gewoon, weet je wel, kopie, plak. En nu staat er een mega villa. En ik zou zeggen, ja, daarmee gaan we denk ik wel winnen, denk je niet? Ik ben heel benieuwd wat de kijkers ervan vinden, maar het ziet er toch zo mega groot uit. Kijk dan wat een villa hier zo. Oké, weet je wat? Een taak voor jou. Geef jou anders even een kleine rondleiding hier zo in de villa. En we hebben ondertussen al een klein beetje staaf van het huis. En het begint een beetje te lijken op een soort van villa. Op een hele moderne villa. En ik zie dat Joy ondertussen al bezig is met volgens mij dit dichtmaken. En ik denk dat het er al heel goed uit gaat zien. En ik denk in ieder geval dat dit heel wat anders is dan dat de jongens gaan maken. En het ziet echt al super gaaf uit. Oké, volgens mij wordt het echt een gigantisch grote villa zoals ik zie. Want Learn heeft het een beetje gaan omlijnen van hoe groot het ongeveer gaat worden. Ik bedoel, als dit hem niet gaat winnen, dan weet ik het ook niet meer. Kijk hoe enorm groot het wel niet is. En straks gaan we de boel nog inrichten. Maar oké, ik denk dat we dit makkelijk hebben gewonnen. Ik bedoel, die jongens kunnen toch voor geen meter bouwen. Dus ja, ik denk dat we echt een mini-huis gaan bouwen. En wij natuurlijk met de winst ervan doorgaan. Ja, ik zal het proberen. Ik heb geen idee hoe de video eruit ziet. Maar we gaan het doen. Nou, je komt hier dus binnen. De mooie woonkamer. Je hebt hier kan je een mooie avondeten en zo. Daar heb je de keuken daar ook verderop. Dat heb je echt mega goed ingericht, hoor. Ja, dat weet ik. Hoeveel tijd was je daarin kwijt om dit allemaal te maken? Zo'n sterke 5 seconden of zo. Ja, ik wou zeggen, we hebben hier heel veel tijd aan gespendeerd aan dit huis. Oké, hier kunnen we dus zitten met een televisie. Hier kun je zitten met de televisie, Kom hier naartoe. Dit is een soort van kleine bibliotheek. Hier kun je dus allemaal boeken lezen. Dat lijkt heel erg slim natuurlijk. Mensen die rijk zijn met een mega villa hebben altijd heel veel boeken en dat soort dingetjes. Nou, hier kun je dus zitten en een beetje de boeken lezen dus. Dan komen we hier. Hier is de wc en de badkamer een beetje. Wow, wat een gigantische badkamer hier.
hier zo. Ik weet niet echt wat dit is. Een mega bad en een douche en dat soort dingetjes. Keuken in de badkamer. Ja, ik heb ook geen idee. Normaal zou je wel weten wat je hebt gebouwd, maar ik heb echt geen idee wat we allemaal hebben gemaakt natuurlijk. Nee, maar het ziet er wel heel erg goed uit. Oké, Lotte, ik heb een ideetje. Alleen ik weet niet of jij dat ook goed gaat vinden. Wat is je ideetje, Fleur? Nou, we willen natuurlijk wel winnen, hè. Ja, wat nou als we een klein beetje gaan cheaten? Dat mag volgens mij niet, maar ik bedoel, we moeten het wel winnen. Een klein beetje vals spelen is toch niet erg? Ik denk nee, dat het precies wel ideetjes, maar wat wil je dan gaan doen? Ik wou gewoon hier even snel mijn muur in gaan zetten. Waarom met World Edit? Oké, ja, doe dat maar, denk ik. En ik zie dan. Joy, Joy, wat ben je daar aan het doen? Ik doe sters plaatsen. Oh, je bent een soort van. Oké, dit huis wordt echt enorm volgens mij. Wow, oké, ja. Dan. Ik weet niet of het allemaal goed gaat, maar succes, Joy, daarboven met hoe ver je ook nog doorgaat. Oké, Fleur, volgens mij zag ik dat jij al wat had geworld edit. Wat had je geworld edit? Ik heb deze muur even in snel ingezet. Oké, ja, dit heb je wel heel snel gedaan. Maar oké, nu we toch al eens aan het world edit te zijn, Fleur. Ik denk dat we dan nog wel veel meer dingen kunnen gaan. Ja, cheaten eigenlijk. Ik zet hier nog wel even een muur in. Oké, ja, doe dat maar gewoon snel. Kijk hoe snel dit gaat. Oké, dat betekent dat we enorm veel kunnen bouwen in eigenlijk maar een korte tijd. Oké, dan. En no time staat er een hele grote muur. Kijk, hier zou je ongeveer wel 10 minuten bezig zijn of zoiets om dit te maken. Maar nu echt maar een paar seconden. Echt letterlijk 1 seconde. Dus dit is in ieder geval echt al top. En het begint tenminste al ergens op te lijken. Ik denk dat ze hier makkelijk een zwembad kunnen. Aan de achterkant van het huis. Dan maken we hier een bad en dan maken we hier echt een gigantisch zwembad. Weet Willen je wel? We dat met quartzblokken doen met deze? Ik denk dat wel heel mooi is voor een zwembad. Wat we kunnen doen is we kunnen een lage rand gebruiken. Dus quartz slabs. En dan maken we het helemaal diep. Oké, zoals je kan zien, het zwembad is al af. We moeten maar alleen nog gaan vullen met water. Alleen, ik heb daar wel een hele makkelijke manier voor. Als we nou eens even kijken, daar een blokje plaatsen. En dan plaatsen we precies hier weer een blok. En kijk eens aan, zo op die manier. Eens even kijken, zo, dan doen we daar eentje erop. En dan moeten we alleen nog maar hem vullen met zetwater. En dan staat het hele zwembad vol met water, zoals je kan zien. Oh, dit is toch super handig om hiermee te gaan valspelen, letterlijk. Want kijk nou wat voor mega zwembad we hebben. Zoals je hier ziet, wou ik hier iets van een wc'tje maken of zo. En, oh, nu zit ik wel vast. Dus ik moet natuurlijk wel weer een button om eruit te krijgen. Maar hier wordt denk ik een klein wc'tje. En ik denk dat we hier een super mooie woonkamer gaan maken. En ik denk dat dit echt ergens al begint op te lijken. Dus laten we nog heel even verder gaan bouwen. Oké, dan. Tot zover hebben we ongeveer dit kunnen krijgen. Het was een enorme villa. En het was echt best wel lastig om te bouwen. Maar de inrichting wordt nog een kleine verrassing voor jullie. En dat gaan jullie waarschijnlijk zo meteen zien. Maar oké, dit ziet er echt al super vet uit. En ik denk dat we echt een enorme grote kans hebben om te gaan slagen. Dus laten we maar naar Dennis en Dries gaan. En de tijd is voorbij, Lotte. Jullie moeten stoppen met bouwen. Oh, dat meen je niet. Oké, ja, we zijn net klaar hoor, Dennis. Oké, ik zou zeggen, kom maar door de muur naar ons huis toe. Want dan laten we jullie ons huis maar eens even zien. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ja, we waren binnen 10 minuten eigenlijk al klaar. In plaats van 15 minuten. Dus we hebben niet heel veel erbij gebouwd. Toch, Dries? Klein beetje de kleine dingen. Ja, een klein beetje daarachter een beetje. Ja, Dries en ik zeiden al, we konden wel iets mooiers maken. Maar we dachten, ja, een kleine villa voor dit keer is wel goed. Maar kom binnen. Kleine villa? Dan zou ik zeggen, kom zeker even rondkijken. We hebben hier natuurlijk het ook gewoon ingericht. Hier wat zitplekken en dat soort dingen. Een soort van bibliotheekruimte. Hier een vergaderzaal, een keukentafel. Kan je lekker zitten met z'n allen. Nee, dat is waar nooit. We hebben hier een opslag gedaan. Snel. Het duurde wel hoor. Het duurde wel eens 10 minuten toch, Dries? Ja, 10 minuten ongeveer. Ja, oké, om heel eerlijk te zijn, 9 minuten. Maar oké, laten we verder gaan. We hebben hier de keuken zoals je kan zien. Hier kan je ook lekker aan de keukentafel zitten. Hier kan je lekker televisie kijken. En voor de rijke mensen natuurlijk hebben we een bibliotheek. Kan je de boeken lezen. Ja, niet heel veel bijzonders. We hebben hier nog een extra ruimte met een badkamer. Hoe hebben jullie dit zo ontzettend snel gedaan, Dennis? Dries, moment hoor. Hey. Zou dat ongedierte toch regelen, hadden we gezegd? Ik wat is er nou gebeurd? Ik heb daar torsjes geplaatst. Ga snel naar boven. Ik breng de gasten naar boven. Oké, laten we ook maar naar de bovenverdieping gaan dan. Ik zou zeggen, kom maar mee. Lotte, ik ben wel wat sneller geworden in bouwen tegenwoordig. Maar kom mee, we hebben nog een bovenverdieping. Kom maar mee met de trap naar boven natuurlijk. Dan hebben we hier nog een slaapkamer.
Maar zoals je kan zien, helemaal in mijn kleur, kan je ook zien dat ik het allemaal zelf heb gebouwd natuurlijk. Ik heb hier boven nog het een en ander wat zitplekken en heel veel bijzonders eigenlijk. Nee, dat is zo snel gedaan. Naar buiten gaan met z'n allen, want we hebben nog iets kleins buiten staan. Toch, er is iets mega kleins. Ja, iets kleins. We hebben net even gebouwd in de Ja, we hadden nog wat tijd over, dus we dachten, ja, waarom niet? We hebben een klein zwembad gebouwd, zoals je ziet. What? Met een duikplank, met wat schildpadden hier en daar die aan het proberen te duiken. Kom op, schildje! Spring maar naar beneden, schildje, je kan hem! Maar dit meen je niet, Dennis, het is enorm hoog. Wat? Ja, we hebben zelfs nog een bad mee, zo. Oh nee! Matja! Woehoe! Pas op voor de schildpad! Oh! Oké, dat scheelde echt helemaal niks, maar wij zijn heel erg benieuwd naar jullie huis. Oké, kunnen we? Ja, kom maar! Oké, ik ben zo benieuwd, ik ben zo... Wow! Wat is dit? Vind je het mooi? Is vet, toch? Wat hebben jullie voor ruimte ding gemaakt? Wow! Dit is een moderne villa, Dennis. Vet, toch? Dit is heel erg vet! Hebben jullie dat allemaal met de hand gemaakt? Ja. Tuurlijk. Wow! Ja. Jullie hebben ook een zwembad of een jacuzzi of een hot tub? Ja, inderdaad. En hier kom je binnen, Dennis. Oké, kom eraan. Pries. Hier zo. Wat is dit nou weer? Hoe kunnen we dit? Wat is het ook? Snel in een kwartier. Ik heb geen idee. Dat kan nooit met de hand zijn geweest. Ik weet het niet. Oké. Jeetje. Nou, hier kom je binnen en hier heb je de konijnenverblijf. Hebben jullie de konijnen? Ja, dat zie je toch? Wow. Wat was dat nou weer? Wat gebeurde? Ik zag het wel. Oké, dit is de keukentafel dus. Hier kan je gezellig eten. En hier kan je zitten. Een televisie. En we hebben zelfs een thuisbioscoop. Jullie hebben een thuisbioscoop? Ja, vet toch? Zet eens een film op. Laten we verder kijken. Ja, dit was het eigenlijk al, Dennis. Jullie hebben geen slaapkamer. We slapen bij de konijnen. Ja, maar wij slapen bij de konijnen, Dennis. Wat is dit bovenste gedeelte dan? Jullie hebben dit voor saus gemaakt. Dat is gewoon de mooie... je bevormen. Je kan niet naar boven. Hoe bedoel... Nee, nu mag je niet kijken. Jullie is geen tijd voor jullie. We hadden geen tijd meer. Ja, dus ik denk dat jullie echt wel hebben gevonden. Maar hoe hebben jullie dat zo snel gedaan? Laten we de winnaars. Dat bepalen de kijkers natuurlijk. Dus laat het achter in de reacties wie volgens jullie gewonnen heeft en wie het hoogste cijfer krijgt. Tadaa!